Hi, het is Tim en in deze video wil ik het hebben over gekke plekken waar je een nieuwe partner kan ontmoeten. Wat ik daarmee bedoel met gekke plekken is, ik krijg zo vaak de vraag van vrouwen van waar zijn al die leuke mannen nou, waar vind ik die leuke mannen nou, hoe kan het dat alle leuke mannen al bezet zijn en weet je, dat soort opmerkingen waarvan ze zeggen van oké, waar vind ik nou die echt leuke mannen en die goede mannen die bij mij passen en die mannen die geen zware emotionele problemen hebben en blablabla, noem maar op. En ik vind dat altijd wel een leuke vraag. Van als mensen vragen van ja, wat is de plek dat je iemand, een nieuw iemand kan ontmoeten? En het antwoord op die vraag is eigenlijk heel simpel. Het is praktisch gezien overal. Kijk, er zijn heel veel plekken waarop je in aanraking komt met mensen, waarop je ook een nieuwe man kan ontmoeten. Maar dat mensen dat simpelweg niet doen. Ik verbaas me daar ook wel eens over dat bijvoorbeeld een vrouw in een trein gaat zitten en dan tegenover een leuke man gaat zitten. Strak oogcontact vermijdt, vol gericht blijft op haar telefoon of op het boekje wat ze aan het lezen is. Geen woord tegen hem zegt. En dan als ze thuis komt ineens achter de computer gaat zitten en dan via anonieme berichtjes met vreemde mensen in contact probeert te komen om een date te krijgen. Ik vind dat gek. Ik snap dat ook. De logica erachter snap ik soms ook niet helemaal. Dus weet je, ik snap ook dat het lastig is, dat je een beetje verlegen bent en alles. Maar er zijn zoveel plekken waarop je mannen kan ontmoeten. Kijk, de plekken waarop je mannen kan ontmoeten, waar ik het niet over zal hebben, is je kan inderdaad mannen ontmoeten op stap. Je kan mannen ontmoeten op een date-evenement. Je kan mannen ontmoeten op een dating site. Dat je een soort marktplaats waar je mannen uit kan zoeken. Want er zijn zat opties en plekken waarop je mannen kan ontmoeten. Maar in deze video wil ik je eigenlijk even 5 nieuwe plekken en nieuwe ideeën geven. Puur om een beetje te laten zien van hey, er zijn heel veel plekken waarop je mensen kan ontmoeten. Eerste plek waarop je heel makkelijk mensen kan ontmoeten is in de supermarkt. Iedereen komt in de supermarkt en dit is een van de eerste adviezen die ik ook altijd geef aan mensen die bij mij komen. Is zeggen van hey, je moet elke dag eten. Wat dacht je er nou van? Als je niet 1 keer per week naar de supermarkt gaat, maar gewoon elke dag. Ga elke dag. Als je 7 keer per week je huis uit bent, dan heb je al 7 keer meer gelegenheden waarop je een man zou kunnen ontmoeten. Tenzij je in een andere flutdorp woont, waarin supermarkten op zondag niet open zijn, dan mag je het beperken tot 6. Maar voor de meeste mensen kan je gewoon 7 keer per week naar de supermarkt tegenwoordig. Wat ik overigens een fantastische ontwikkeling vind en ik ben het daar helemaal mee eens, maar ik zal het er verder niet over hebben. In ieder geval, als je je huis uitgaat en je gaat naar de supermarkt en je ziet daar een man lopen. Het is eigenlijk heel simpel, mannen werken heel simpel en je zegt bijvoorbeeld hey, weet je of er rinder gehakt of varkens gehakt in een lasagne bolognese hoort? Nou, meer dan zat. Die man die trekt zijn telefoon erbij, die gaat wel zoeken en voor je het weet heb je een gesprek. En het is heel leuk voor jezelf om te wennen aan van hey, ik praat nu met vreemde mensen die ik tegenkom. En je hoeft niet veel te zeggen. Begin met kleine stapjes, begin met gewoon kleine dingetjes door gewoon simpelweg eens een keer goedemiddag te zeggen. Of zeg eens een keer hoor je tegen een oud dametje. En zorg gewoon dat je iedere dag heel even 5 woorden uitwisselt met een vreemd persoon. En je zal zien dat je langzamerhand als gewoon in sociaal opzicht en in je sociale zelfvertrouwen ietsje groeit. Waardoor je net wat makkelijker met mensen praat in het algemeen. En waardoor de kans dat je een nieuw iemand ontmoet alweer een stukje groter wordt. Dus dat is de eerste. Tweede is tijdens de hond uitlaten. Mocht je een hond hebben, althans. En het is echt zo'n klassieke opmerking waarop mensen zeggen ja, je kan een contactadvertentie zetten, maar je kan ook een hond nemen. Nou, het klopt ook wel echt. Het is een super makkelijke manier om in gesprek te komen met mensen als je een hond hebt. De truc is natuurlijk dan wel weer van loop niet elke dag hetzelfde rondje, want dan kom je elke dag dezelfde mensen tegen. Laat je hond eens uit op een nieuwe plek. Loop eens een nieuw rondje, zoek eens een nieuw parkje op. Rij misschien eens een kwartiertje, doe heel wild, zodat je in een ander park rond kan wandelen. Je komt zoveel mensen tegen en je komt heel makkelijk in gesprek met mensen. En dat is ook eigenlijk een beetje de truc. Als je heel veel mensen ontmoet, dan zitten er automatisch ook wel mannen tussen. En dan zitten er ook wel automatisch mannen tussen die bij jou passen. Dus ga niet rondlopen, bij wijze van spreken. En denk van, ik ben een volslagen autist, 9 dagen van de week. En dan zie ik 1 leuke man en dan moet ik ineens sociaal worden.
Dat is wat heel veel mensen proberen. Die met niemand praten en dan ineens met die ene leuke man hem dan zien. En dan is het heel spannend, zit er heel veel druk op. En dan ben je sociaal niet zo zeker en dat soort dingen. En dan is het onhandig. Maar als je zelf aan kan wennen om gewoon praatjes te maken, contact te komen met mensen, dan automatisch gaan er ook wel mannen tussen zitten. Derde ding is een conventie van wat jouw passie is, van hetgeen wat jouw passie is. En wat het dan ook mag zijn. Of als je een bepaalde hobby hebt, als je ergens gek op bent, als je gek bent op stripboeken, ga naar een stripboeken evenement. Simpelweg de plekken waar mensen komen met vergelijkbare passies met jou, zie je heel vaak ook dat er mensen komen die een vergelijkbare klik hebben met jou. Die eenzelfde soort type mens zijn. En tegelijkertijd is het weer een goede manier om je zaterdagmiddag te besteden. En de hele dag door kan je nieuwe mensen ontmoeten. En dan bedoel ik echt niet mee dat je rond moet lopen en iedereen aan de mouw moet trekken en een praatje maken of zo. Maar gewoon alleen al het feit dat je daar bent, maakt het bijna onvermijdelijk dat je op een gegeven moment in gesprek komt met iemand. Vierde, dit is eentje waar ik zelf heel erg gek op ben. Dat is, ga naar ofwel een bibliotheek of naar een boekenwinkel. En simpelweg in de sectie van de boeken waarin een persoon is, daar kan je al heel veel aan zien. Van, stel die persoon is inderdaad ook op zoek naar boeken over eenzelfde bepaalde interesse als die jij ook hebt, wat dan ook. Je kan heel simpel een gesprek aanknopen met iemand door te zeggen, hey, ik wil eigenlijk wat nieuws lezen en ik zie dat je geïnteresseerd bent in hetzelfde soort boeken. Heb je misschien een tip voor mij? Ten eerste, je ontdekte de meest gave en interessante boeken door. En ten tweede, je komt makkelijk in gesprek met iemand. En een vijfde plek is bij verenigingen, clubs en dat soort dingen. En soms zit je namelijk in zo'n soort van situatie waarin je eigenlijk altijd al een bepaald leven gehad hebt en een bepaalde sociale omgeving. En je ziet eigenlijk altijd dezelfde mensen en je zit altijd bij de enezelfde sportvereniging. Dat je eigenlijk een soort wereldje hebt wat heel beperkt is en wat heel klein is, waarin je betrekkelijk weinig nieuwe mensen ontmoet. Nou, als je nieuwe hobby's gaat doen, nieuwe sporten gaat doen, misschien eens een keer wisselt van sportschool. Gewoon simpelweg zorgen dat je wereld groter wordt, dat je op meer plekken je huis uitkomt en meer kans hebt om nieuwe mensen te ontmoeten, dan is de kans dat je iemand tegen het lijf loopt al veel groter. Nou, dit zijn maar 5 ideetjes en ik kan zo nog wel even een uur doorgaan met dit soort ideeën. En al deze ideeën zijn niet heel spectaculair of niet heel wereldschokkend en zeker ook niet briljant gevonden. Maar het punt wat ik meer wil maken is dat je overal nieuwe mannen kan ontmoeten. Dat je overal leuke mannen kan ontmoeten. Zelfs hier op YouTube. Kijk, hoi. Overal heb je leuke mannen. En het is gewoon heel zonde, zeg maar, als je in een soort van heel strak kader gaat denken van, nee, het mag alleen maar via deze ene website of via deze ene manier. Je kan op allerlei plekken nieuwe mensen ontmoeten. Mits je jezelf openstelt, mits je jezelf sociaal opstelt en mits je praatjes maakt met mensen. Nou, als je meer ideeën wil hebben waar je leuke mannen zou kunnen ontmoeten, als je inderdaad je leven actief wil gaan vergroten, wat je even kan doen is op de link hieronder de video klikken. Ik heb een artikel geschreven met 13 plekken waar je leuke mannen kan ontmoeten. Heb je misschien nog wat meer handige ideeën of dingen die je op een makkelijke manier in kan passen in je leven. Dus wil je hier meer over weten, klik op de link in de omschrijving hieronder de video. En dan zie ik je de volgende keer. Doei!